We gonna make Napolitan style pizza. Dag iedereen vanuit LA, we zijn hier nu al een week bijna zeker. We hebben al heel veel lekkere dingen gegeten, Amerikaanse dingen, hamburgers, ribs, buffalo wings. Alessio is ook een kok en we dachten om een keer iets anders te maken. Verse pizza, want we hebben hier een hele goede oven op gas. Aangezien dat Alessio ook Italiaans is, misschien moet jij je eigen voorstellen. Alessio, Italiaan, ik hou van eten, ik hou van koken. En vandaag, zoals Luik zegt, gaan we pizza proberen maken. Beetje ja. Napolitaans, maar vooral homemade. Voilà. Uw basisrecept is dus 1 kilogram bloem, 600 gram water of milliliter, een zakje gedroogde gist. En ik ga dus een deel van die gist al laten wakker worden in een beetje lauw water. En wat dat deze gaat doen, dat gaat dus de gist terug hydrateren en die gaat een beetje beginnen leven. Dat gaat zo wat schuimig worden, bubbelen. En dat hebben we nodig, want de gist is een levende materie. Gezien Alessio heeft het zout naast de bloem gezet, niet mee in het water. En waarom is dat? Omdat zout kan de gistcellen vernietigen, zodat die een werk niet doen straks bij het rijst. Gist voedt zich van suiker. Bloem is ook een suiker, een koolhydraat. Maar zout werkt dat tegen, dus dat zou de actieve gist stoppen. We mogen dat een beetje te chemisch. Gewoon zout naast de bloem. Wat Alessio nu doet, is de eerste fase van deeg. Dat is gewoon water en dus de natte elementen en de droge samenbrengen. En daarna moet je goed kneden, wat je nu ziet, om glutenontwikkeling te krijgen. En gluten is een eiwit dat zich vormt, waardoor dat je elasticiteit krijgt. En elasticiteit heb je nodig om lekkere bellen te kunnen vangen. Als je dat niet hebt, krijg je een heel kruimelachtig deeg. En dat is gewoon saai voor pizza. In principe ga je je deeg kneden, op zijn minst totdat de restjes van je werkbank weg zijn en allemaal in je deeg verwerkt zitten. Dus al die dingen, die moeten in deeg. Ik zal even de rest van het gezelschap laten zien. Dit is Zender, ook uit Limburg, Bilze. En deze schmuck kennen jullie misschien. Wat? Kijk, go fuck yourself. Lennart Cusimano, de enige Italiaan dat ik ken, dat niks van eten kent. Zwaar alles, joh. En geen Italiaans spreekt. En geen Italiaans spreekt. We hebben nog een special guest, de Hulk van Maasmechelen. Ja, ja, jullie zien het. Ja, ja, jullie zien het. In totaal duurt het kneedproces ongeveer 15 tot 20 minuten. Je kan het natuurlijk ook met een keukenrobot doen, maar met de hand is het zoveel plezanter. Oké, dus je ziet, het is echt super smooth. Plakt echt niet meer. Leuk om vast te houden, en dat is het belangrijkste. Dan de glutentest. Balken van Alessio, balken van mij. En je moet het vergelijken met een beetje ondoorzichtige plastic folie. Zoiets, maar iets dikker nog. De gist die gaat dus CO2 uitstoten. En dat gaat ervoor zorgen dat er zo belletjes in komen. En die worden dan vastgehouden door de elasticiteit, de gluten van het deeg. En dat is wat je nodig hebt. Het pizza deeg zo goed mogelijk opbollen op een bebloemde werktafel, afdekken met wat plastic en een kwartiertje laten rusten. Ondertussen maak ik snel de tomatensaus. En daarvoor neem ik 2 blikken San Marzano tomaten die ik laat sudderen met een mayenne en een teentje look, dat ik al glazig heb laten worden in olijfolie. Op smaak brengen met een reepje gerookte pancetta, laurier, basilicum, een takje thym en rozemarijn, oregano en uiteraard een beetje peper en zout. Dat gaat nu een paar uurtjes, misschien een uurtje sudderen op een laag vuurtje gewoon, zodat alles maken elkaar wat leren kennen, zodat alles lekker wordt, dat de tomaten een beetje garen. Maar het belangrijkste is dat het traag en laag kan pruttelen. Na een kwartiertje hebben we dat deeg helemaal plat geduwd, alle lucht eruit, terug opgebold en dan in een kommetje gezet. Een vochtig doekje erover gedaan, zodat het zeker niet uitdroogt. En dit is de tweede rijst, dus dit gaat nu 2 uur rijzen in de oven. Weliswaar geen oven dat aanstaat, maar wel waar gewoon licht aan is om een klein beetje extra warmte te genereren, maar zeker niet te veel. Dus dat zal ongeveer 35, 40 graden daar binnen zijn. En dat is de ideale temperatuur om deeg te laten rijzen. 2 uurtjes wachten. 2 uurtjes en een douche later moet het deeg er zo uitzien. En nu dus ziet dat deeg, zoals ik zei, zo uit. Wow, ziet die bellen, ja. Kijk, en het valt al meteen
Bon, dat gaan we nu plat maken en dan portioneren in hoeveel? 6, 8 stukken. En dan dus lang laten rijzen. In dit geval gaat dat 4, 5, 6 uur zijn. Maar hoe langer, hoe beter. Tot zelfs 24 uur, is dat? Ja, ja, kan. Go. Dus die 6 bonnetjes op een bakplaat en dan ja, een klein beetje bebloemen zodat het zeker niet plakt. En dan is straks gewoon vormen en de pitas beleggen en uiteraard bakken. Dus wederom in de oven gewoon het lichtje aan, zodat er een beetje temperatuur is. En dat gaat ja, ik zeg het, een graad of 35, 40 zijn. En nu 6 uurtjes laten gaan. We zijn nu 4-5 uurtjes verder. Het deeg heeft de laatste keer kunnen fermenteren. Het heeft gerezen. En nu is het tijd om dus te bakken. We gaan het deeg gewoon simpel met de hand plat maken en in een cirkel vormen. Tomatensaus erover, klein beetje. Mozzarella, parmesan en dan afbakken. In een oven van ongeveer 250 graden. Zo hoog mogelijk. En dat gaat ongeveer 5-6 minuten duren. We gaan dan nu nog een paar andere maken met wat meer garnituren, maar tot zover dit filmpje. Je kunt kiezen wat je erop doet. Wij gaan er straks een beetje anchovies op doen, een beetje ajuinen, een beetje tonijn. En zo gaan we er verschillende doen. Maar niet al te veel garnituren, anders gaat dat de pizza ruïneren. Like en subscribe op mijn kanaal en klik op dat belletje, zodat je op de hoogte van wanneer er nieuwe filmpjes online komen. En dan zie ik jullie heel graag de volgende keer. Salutjes!